Hallo en welkom bij een nieuwe video van Luca Campagne. En vandaag ga ik weer verder lezen uit Wilde Dieren in Afrika. Ik weet nog waar we zijn gebleven. Jullie ook? Je hoeft niet hoor, want ik lees voor. Oververhitting wordt dus voorkomen door het lichaam zo lang mogelijk en zo hoog mogelijk boven de grond te verheffen. De hoornratelslang in het zand. Van de Namib-woestijn, heeft een merkwaardige zijwaartse manier van voortbewegen. Dit zorgt voor minimaal lichaamscontact met het hete zand. De franjepoothagedis heeft zijn gang aangepast tot een wat lompe beweging waarbij hij altijd twee poten in de lucht houdt om af te koelen. Het is duidelijk dat elke kleine maatregel helpt om het harde leven in de woestijn draagbaar te maken. Deze overlevingsstrategieën in een onvoorspelbare en vijandige omgeving maken de woestijn. Maken de woestijnen tot plaatsen met een fascinerende fauna, die hoewel niet zo groot in aantal zeer gespecialiseerd is en die de mythe van de levenloze woestijn ondergraaft. En die de mythe van de levenloze woestijn ondergraaft. Meren en rivieren, wateren en overvloed van overvloed. Hoewel een groot deel van Afrika heet en droog is, is dit continent ook begiftigd. Met een van de grootste riviersystemen ter wereld. Daarbij is een aantal grote meren, zoals het Victoria Meer en het op één na grootste zoetwatermeer ter wereld, het Victoria Meer, dat is de één op grootste zoetwatermeer ter wereld. En het Tanganyika Meer, één van de diepste ter wereld. Op een aantal diersoorten van Afrika werden deze wateren als magneten. Vooral het vogelleven rondom de meren is bijzonder rijk en mooi.
De grote gebieden die af en toe onder water staan. En de permanente wateren in de halfwoestijnen, zoals de Niger in Mali, het Tjaardmeer, de Nijl en de Okavango-moeras, zijn schitterende vlakten van blauw water en de groene vegetatie van waar duizenden kleurige watervogels leven. In Oost-Afrika, bij de meren van de Riftvallei, komen dikwijls 10 keer zoveel vogels voor als in het omringde gebied. Met zijn zoet water en zodameren biedt de Riftvallei ook een leefomgeving voor 2 verschillende en prachtige watervogels: de flamingo en de pelikaan. Door de vulkanische aard van de Riftvallei bevinden zich daar hele zwavelhoudende bronnen. Deze kunnen meren vormen waaruit een deel van het water verdampt voordat het weg kan stromen. Door de verdamping wordt het zoutgehalte van deze meren hoger en kan alleen de regen nog voor verdunning zorgen. Op het eerste gezicht lijken deze plaatsen een hel op aarde. In bekkens van een helse hitte glinsteren de sodakristallen in schitterende, weerspiegelende kleuren. We zouden verwachten dat in dit sterk We zouden verwachten dat dit in dit sterk alkalische water geen leven zou voorkomen, maar de natuur laat weinig mogelijkheden ongebruikt. Op dergelijke plaatsen groeien blauwgroene algen die het water in een hete, levende soep veranderen. Er hebben zich garnalen ontwikkeld die zich met dit eenvoudige voedsel voeden en ook enkele andere complexe levensvormen. Aan de top van deze voedselketen staan de roze flamingo's. Welk mooier einde hadden we bij deze onwaarschijnlijke voedselketen kunnen bedenken? Hun schitterende elegantie is ongeëvenaard. Met zijn lange, dunne poten kan de flamingo door diep water waden en de sierlijke, soepele nek stelt hem in staat zich in dieper en ondiep water te voeden.
Ooievaars en reigers hebben dezelfde lichaamsbouw. Dezelfde lichaamsbouw hebben ooievaars en reigers. Maar de manier waarop de flamingo zich voedt is uniek. Zijn merkwaardige dikke boer. Zijn merkwaardige dikke boemerangvormige snavel stelt hem in staat zich met zijn kop ondersteboven te voeden. Rijen zeefachtige structuren in de snavel filteren het voedsel, terwijl de tong het water door de gedeeltelijk geopende snavel pompt. De kleine flamingo's filteren de algen eruit, terwijl de grote flamingo's de garnalen eten. Deze voedselbronnen zijn overvloedig, maar bevinden zich alleen in deze bijzondere zoute meren, die zo af en toe droog staan of soms ook verdund raken door te veel regenwater. De flamingo-populaties zijn ongelooflijk groot, maar kunnen ook onregelmatig zijn. Wie vanaf de heuvels op een zoutmeer kijkt, dat krioelt van de roze vogels die schitteren in de zon. Die schitteren in de zon. Weet niet wat hij ziet. Men schat dat er alleen al in de zoutmeren van de Oost-Afrikaanse Riftvallei enkele miljoenen voorkomen. In goede jaren broedden ze in dichte kolonies van duizenden vogels. De jongen verlaten het nest om na chaotisch uitziende crisis te gaan, waar de ouders ze verbazingwekkend genoeg weten te vinden en te voeden. Te midden van een soort takkenbos en van bewegende poten. In magere jaren, als de levensomstandigheden slecht zijn, broeden ze soms helemaal niet en trekken ze zelfs naar andere meren, die honderden kilometers verderop kunnen liggen. Dat was mijn video. Doei!